Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Klein Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we het allereerste adventstuk maken. Een industrieel adventstuk, dus ik heb er helemaal zin in. Heb jij er ook zin in? Doe alvast even een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Dit kost helemaal niets en blijf je te hoogte voor alle leuke video's die ik maak. Alle leuke winacties, alle leuke kerststukken, alle leuke sales shoplogs en andere shoplogs. En vlogs hier in de winkel. Dus wil je dat niet missen, druk dan even op die abonneerknop. Want richting kerst komt er natuurlijk heel veel leuks aan. Goed, dan gaan we nu gauw aan de slag. Wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl, daar vind je het onder kopje cursuspakketten. Denk je nu van, goh, ik vind het nog iets te vroeg om te bestellen of ik wil hem liever voor later bestellen? Je kan de gewenste bezorgdatum aangeven. Er is wel beperkte voorraad, dus het geld wel op is op. Dus wil je dit pakket niet missen, dan kun je hem gewoon vast bestellen voor vooruit. En dan gaan we gauw beginnen. We hebben dus een gouden variant. Het leuke is, je kan hem op verschillende manieren opmaken. Maar hier heb ik dus de gouden variant. En een zwarte variant. Echt een mooi industrieel bloemstuk of frame. En je kan hem dus dicht bij elkaar maken. Je kan hem dus heel ver uitmaken. Dus dat is echt heel leuk. En je kan er eventueel ook losse vaasjes bij bestellen. Waar je eventueel een kaarsje of een bloemetje in kan doen. Goed, ik ga de zwarte opmaken. Al moet ik zeggen dat de gouden heel mooi bij mijn huis zou staan. Het kan zijn dat je het een en ander op de achtergrond hoort, want ik heb de kinderen hier gezellig bij me in de winkel. Maar ik dacht, ik wil toch eventjes wat video's voor jullie opnemen. Ik pak even de oase erbij en haal ik jullie even iets dichterbij. Dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Zoals je ziet heb ik een heel mooi frame en hier passen precies de vaccines in. Dus dat is heel leuk. We kunnen natuurlijk 4 in doen. Voor het advent. En dan doen we in de andere maken we een bloemstuk van. Je kan ze dus verdelen zoals jij ze mooi vindt. Wat jij leuk vindt. Hou wel rekening mee dat als jij de kaarsje wil gaan branden, dat er niks in het vlammetje kan komen. En in de andere stukjes kan je oase verdelen. Je kan hier bijvoorbeeld ook losse bloemetjes in doen, wat heel erg leuk is. Ik snijd het even op formaat. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring. Zoals je ziet heb ik de oase allemaal verdeeld en ik doe eventjes aan de buitenzijde wat mos. En dat zet ik vast met krammetjes. Zodat we straks geen oase meer zichtbaar hebben. Dat willen we natuurlijk niet. En dit doe ik met alle oase in het stuk. Als je de mos allemaal verdeeld hebt, gaan we kerstgroen toevoegen. Ook hierbij hou je dus goed in de gaten dat je niet boven het vlammetje gaat. Ik heb ze net allemaal al wat kort gemaakt. Je verwerkt ze dus er ook kort in en je verdeelt dit over het stuk. En dit doe ik met verschillend soort kerstgroen, hulst en diverse materiaaltjes wat mooi bij de kerst past. Oh, bring a
Zoals je ziet heb ik dan al divers materiaal gevuld. Ik zie dat de mos even aan deze kant iets los is. Dus dat ik eventjes weer vast met een krammetje. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dan zie je dat hier het stuk mooi gevuld is met wat kerstgroen. Dan gaan we nu eventjes wat bloemetjes toevoegen. Ik gebruik hiervoor nu gipskruid. En die zet ik er ook heel fijn tussen. Ik vind het altijd mooi om eventjes wat verse bloemen tussen het stuk te doen. Maar wel sterke bloemen. Zodat het advent tot aan de kerst ook echt mooi blijft. Dan gaan we het stuk eventjes wat spannender maken. Ik heb natuurlijk gipskruid toegevoegd. Maar we gaan berengras verbinden van de ene kant naar de andere kant. Ik vind het heel mooi in dit stuk, omdat we hier aan de onderkant natuurlijk het industriële hebben. En je maakt dan het stuk net wat spannender. Ik zet het vast met een krammetje en buig het van het ene stuk naar het andere stuk. Dan ga ik wat zuidenwindlelie toevoegen. Die vind ik heel leuk. En zijn natuurlijk super sterk. Snij hem wel even goed schuin aan. En dan heb ik mooie kerstballetjes die ik ook even toevoeg. Ik zet hem dan eventjes met een krammetje vast. En dan heb ik nog wat dennenappeltjes die ik ook vastzet met een krammetje. Of als er een steeltje aan zit, kan je hem ook met steeltje en al erin steken. En anders zet je hem vast met een krammetje. Dan voeg ik nog een klein beetje Thilantia toe. Ook hierbij let je op dat het niet in het vlammetje kan komen. En dit zet ik gewoon vast met een krammetje. En dan wordt ons stuk heel luxe en maken we hem eigenlijk helemaal af. Mocht je nog bloemetjes willen toevoegen, kan je dat heel leuk in de vaasjes doen. Zo hoef je niet eerst het hele stuk te verversen, maar kan je gewoon elke keer daar nieuwe bloemetjes in doen. Dus dan heb je het extra makkelijk en houdbaar. En wat mij betreft maak je hem daarmee helemaal af en heb een heel luxe adventstuk. Echt super mooi. En je kan hem dus wat meer dichter op elkaar zetten. Je kan hem dus wijder uitzetten. Je kan hem ook helemaal wijd uit. Je kan er alle kanten mee op. Ik zie zelfs dat mijn camera er een beetje moeite mee heeft om het scherp te stellen. En zoals je ziet hebben we dan echt een heel luxe en apart adventstuk. Net eventjes iets anders dan anders waar ik wel van hou. En je kan hem dus helemaal naar je eigen idee opmaken. Je kan hem wat dichter op elkaar maken. Je kan hem wat verder uitmaken. Je kan hem met verse bloemen doen. Je kan ook alleen met kerstgroen en kerstmaterialen. Dus je kan er alle kanten mee op. Wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Dat vind je onder een kopje cursuspakketten. Het kan zijn dat de pakketten heel hard gaan, dus wil je hem nou niet missen, wees er dan snel bij. Je kan gewoon je gewenste datum aangeven, dus ook voor een later tijdstip kan je dit pakket bestellen. Goed, dan hoop ik dat jullie het weer leuk vonden. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog, abonneer gratis op dit kanaal. En laat me vooral weten in de reacties wat jij hiervan vond, of jouw voorkeur naar goud of naar zwart gaat. En wat jij heel graag nog op dit kanaal wil zien richting de feestdagen en de kerstdagen. Misschien wel adventstukken, misschien wel bepaalde kerststukken. Dus laat me dat vooral weten, dat zou ik super leuk vinden. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en zie jullie mij de volgende keer weer.